met het webinar. Zoals jullie zien zitten mijn collega's Lisanne en Vincent voor jullie klaar om vragen te beantwoorden. En vragen kunnen jullie ook allemaal stellen in de chat als die er vanavond zijn. Nou, en dan zie ik ook dat iedereen inmiddels binnen is. Dus dan, van harte welkom allemaal bij dit derde webinar alweer van Animal. Voor alle paardeneigenaren. En deze avond gaan we het een beetje hebben over de fokkerij. He, waar moet je aan denken als je nou begint met fokken? Dus qua hengstenkeuze, qua genetica. Maar ook, stel dat je je veulen hebt, waar moet je dan aan denken? Wat zijn dan belangrijke aspecten? Daarom zijn er vanavond twee gastsprekers. Vanuit het KWPN is Danielle Arts bij ons te gast. En paardendierenarts van Gullik zal ook een verhaal vertellen. Voordat we beginnen wil ik nog eventjes wat huisregels met jullie doornemen. Zoals jullie zien, zijn jullie allemaal gedempt en de microfoon uit. En dat is ten goede van de internetstabiliteit. Dus graag gedempt zijn en de microfoon uit. En vragen, zoals net al aangegeven, mogen dus in de chat gesteld worden. Mijn collega's Lisanne en Vincent zullen dan de vragen categoriseren. En we zullen proberen zoveel mogelijk vragen ook daadwerkelijk aan de sprekers te stellen. Mocht dat nou niet zo zijn, want we hebben helaas maar een uurtje tijd vanavond. Dan nodigen we jullie van harte uit om de vraag nog eventjes door te zetten naar ons e-mailadres. info@animal.com. En dan proberen we zo ook nog jullie vragen te beantwoorden. Ik zie dat we met een mooi aantal gasten zijn. In ieder geval van harte welkom. Mijn naam is Marielle Noordhuis. En ik ben nu al werkzaam zo'n 2 jaar bij Animal. En ik zal jullie vanavond proberen mee te nemen tussen de presentaties door. Ik wil eigenlijk eventjes beginnen met een poll voor iedereen. Die komt als het goed is zo in jullie scherm te staan. Want wij zijn eigenlijk wel een beetje benieuwd. Hè? Hoeveel paarden hebben jullie en zijn jullie ook al een beetje bekend met het fokken? En nou is iets misgegaan. Even kijken of ik hem nog weer opnieuw kan starten. Als het goed is... Komt de poll nu bij jullie in beeld? Hoeveel paarden heb je? Dan kun je het antwoord aanklikken en dan kun je het antwoord ook verzenden. Dan kunnen wij een beetje zien met wie we te maken hebben, zeg maar. Nou, ik zie ook dat er in ieder geval 1 iemand is die geen paarden heeft. Maar toch leuk om altijd zo je kennis te kunnen uitbreiden van zo'n onderwerp. En inderdaad, wat we al dachten, heel veel... wat je dan noemt hobbyfokkers, dus die een paar paarden op stal hebben staan en die graag wat meer willen leren van de fokkerij. Hartstikke leuk. Nou, bedankt voor het stemmen. En dan heb ik verder ook nog een andere poll voor jullie voorbereid. En die gaat over het feit of jullie ook al een keer een veulentje hebben gehad of niet. En die zal ik ook even instarten. Dus vanavond richten we ons vooral op mensen die nog niet zozeer bekend zijn met het fokken. Maar we hopen ook die mensen die wel aan het fokken zijn, dat ze hier ook in ieder geval wat van kunnen opsteken. Qua hengstenkeuze of qua een goede start meegeven voor het veulen natuurlijk. Nou, toch ook wel heel veel al mensen die wel een veulentje hebben gefokt. Hartstikke leuk, hartstikke goed. En ik hoop dat het allemaal goed is gegaan en dat het allemaal gezond was. En dan denk ik dat het tijd is om eerst maar eens te beginnen met het eerste onderwerp van vanavond. En daarvoor geef ik graag het woord aan de KWPN foktechnisch specialist. Ja, inderdaad. Danielle Arts, als het goed is, is ook aanwezig hier in de chat. En zal ze haar PowerPoint met jullie delen en een verhaal vertellen. Even kijken. Dan moet ik natuurlijk even stoppen met presenteren. Yes. Danielle, dan mag jij je presentatie opstarten. Als dat lukt. Even kijken hoor. En anders dan probeer ik gewoon de presentatie in te starten. Danielle, ben je er? Nou, ik hoorde dat Danielle eventjes wat technische problemen heeft. Excuses daarvoor.
Wat ik wel eventjes kan doen is hier in ieder geval de presentatie van Danielle eventjes laten zien. Zodat ze in ieder geval hier haar verhaal aan jullie kan vertellen. Yes, ik zal het scherm alvast delen. Dan kun je hier straks plaatsnemen. Ja, zo doen. Yes. Even kijken. En delen. Kijk, alsjeblieft. Okay. Danielle, ga je gang. Ja. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank allereerst aan Animal om het KWPN uit te nodigen voor dit webinar. Het is altijd leuk om fokkers natuurlijk meer informatie te geven over de fokkerij. Marianne heeft me al geïntroduceerd. Ik ben de wetenschappelijk foktechnisch specialist van het KWPN. Ik ben inmiddels zo'n 15 jaar werkzaam voor het KWPN. En mijn verantwoordelijkheid daar is met name al het wetenschappelijk onderzoek en dus ook de fokwaardeschatting. Al die cijfertjes waarin de vererving van hengsten en merries in beeld wordt gebracht op een objectieve manier. En waar fokkers hun voordeel mee kunnen doen in de hengstenkeuze bijvoorbeeld. En vanavond wil ik jullie daar graag wat meer over vertellen. In de eerste instantie eigenlijk even terug naar wat is fokkerij nu eigenlijk? Wat doe je dan eigenlijk en waar ben je dan mee bezig? En dan waar je informatie kan vinden over de fokwaarde van het KWPN. En ik ga het ook nog heel eventjes over wat erfelijke gebreken hebben waarbij je ook op monitoren en waar we op kunnen testen. Als we beginnen dan met fokkerij. Wat is fokkerij dan eigenlijk? Nou, fokkerij is een circulair proces zoals we dat noemen. Het begint eigenlijk altijd met het beoordelen van de prestatie van het paard. Je kijkt altijd van de buitenkant hoe een paard eruit ziet, hoe die beweegt, hoe gezond die is, noem maar op. En de beste paarden, volgens jouw idee, selecteer je dan om de toekomstige zeg maar, vader en moeder te worden van jouw veulentje. En met deze twee paarden produceer je dan de volgende generatie uit deze geselecteerde ouders. Nou, het veulentje wordt dan geboren. En dan begin je eigenlijk weer bij 1, want de nieuwe generatie is dan geboren. En dan begint het eigenlijk weer van vooraf aan, want uiteindelijk zal dat veulentje wellicht ook een keer een vader of een moeder worden. Ligt natuurlijk aan het geslacht. Dan begin je natuurlijk weer te beoordelen of het paard goed genoeg is om weer een volgende generatie mee te maken. Als je fokkerij op een goede manier uitvoert en je richting een fokdoel fokt, hoop je natuurlijk dat je nakomeling, het veulentje, beter is dan de merrie die je hebt. Hè? Want je hebt heel zorgvuldig natuurlijk een goede hengst daarbij uitgekozen. Dus je doel zal waarschijnlijk zijn om een beter paard te fokken dan dat de ouderdieren zijn. Nou, als iedereen in de KWPN-populatie dat doet, hè, dan genereren we daarmee eigenlijk genetische vooruitgang. Dus de nieuwe generatie is elke keer een beetje beter dan de vorige. Dus dat wordt bedoeld met een circulair proces. Puntje 2 is dan natuurlijk wel een hele belangrijke, want je moet de beste paarden selecteren. Maar dat is natuurlijk best wel een moeilijke opgave, want wat is nu eigenlijk het beste paard? Paarden verschillen namelijk op heel erg veel eigenschappen. Ze zien er allemaal anders uit en ze hebben ook verschillende karaktereigenschappen en noem maar op. Er zijn gewoon echt heel veel verschillende paarden. Nou, die verschillen tussen de paarden worden veroorzaakt door een aantal dingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dressuurprestatie. Hè? We hebben nu op dit moment is in Aken natuurlijk een hele grote wedstrijd bezig, waar paarden allerlei prestaties leveren, waaronder de Grand Prix dressuur. Als een paard daar bijvoorbeeld 80% score haalt, dan kan dat natuurlijk aan een aantal dingen liggen. Onder andere de oranje factoren die ik op het scherm heb weergegeven. Dat kunnen dus zijn training, voeding. Er zitten natuurlijk bepaalde ruiters op. De ene ruiter is getalenteerder dan de ander. Het paard kan natuurlijk ook een off day hebben, hè, en zich misschien wat minder goed voelen. Het is momenteel natuurlijk best wel warm. Sommige paarden kunnen daar heel goed tegen, andere natuurlijk wat minder. Dus de wedstrijdomstandigheden, hè, de entourage op zo'n wedstrijd bijvoorbeeld, kan er ook voor zorgen dat een paard een hele goede prestatie of juist wat minder goede prestatie haalt. Nou, je voelt denk ik al aan dat deze factoren je als fokker niet per se in de hand hebt. Hè? Want dat zijn allemaal dingen die extern om het paard heen gebeuren. Maar waar je als fokker wel invloed op uit kan oefenen, is natuurlijk het DNA of het genenpakketje. Want het ene paard heeft nou
simpelweg meer aanleg voor de sport. Als ik even specifiek naar een warmbloed sportpark kijk, en daar staat het KWPN natuurlijk voor, heeft natuurlijk meer aanleg voor de sport dan een ander paard. En dat ligt vast in het DNA of het genenpakketje van het paard. Nou, fokkerij is dan eigenlijk een vrij eenvoudige optelsom. Misschien hebben jullie allemaal wel een keer gehoord van het fenotype. Het fenotype is eigenlijk alles wat je meet en ziet aan de buitenkant van het paard. Dus het paard is bijvoorbeeld donkerbruin, weegt 700 kilo, beweegt op een hele makkelijke, soepele manier of heeft heel veel vermogen in het springen. En dus alle dingen die je aan de buitenkant kunt waarnemen van het paard. Dat fenotype wordt eigenlijk beïnvloed door twee componenten, namelijk het genotype. En dat is dan het DNA-pakketje of het genenpakketje. Dus wat het paard van zijn ouders heeft meegekregen. En aan de andere kant zorgen milieufactoren ervoor of een bepaald genotype tot uitdrukking komt. Ja, dus de factoren die ik net al noemde bij die wedstrijd in Aken, waar paarden bijvoorbeeld 80% in de Grand Prix scoren, wordt natuurlijk beïnvloed door al die dingen. Maar die milieufactoren, daar heb je als fokker eigenlijk geen invloed op. En deze worden ook niet naar de volgende generatie doorgegeven. Een DNA-pakketje daarentegen kan wel doorgegeven worden naar de volgende generatie. Want een hengst en een merrie geven altijd 50% van zijn of haar genetisch materiaal door aan het veulen. Dus fokkerij is eigenlijk niks anders dan het verbeteren van het DNA-pakketje van het veulen. Maar populaties in het algemeen, hè, dus als we alleen al kijken binnen de KWPN-populatie, bevatten heel erg veel verschillende paarden, zoals ik in het begin al zei. En dan is het natuurlijk moeilijk om te definiëren welk paard nou eigenlijk precies het beste is en ook voor welk doel of voor wie. Een amateurruiter vraagt natuurlijk een heel ander paard dan een topsportruiter. En fok je voor jezelf gewoon een leuk sportpaard. Hè, en wil je er absoluut niet per se de Grand Prix mee bereiken. Maar ja, er zijn mensen die dat wel willen. Er zijn ook mensen die heel graag een keer een goedgekeurde hengst willen fokken. Hè, of misschien wel een paard fokken omdat hij zo'n mooie kleur heeft. En hem voor de koets wil zetten. Nou, dat zijn allemaal hele verschillende doelen. Dus er zijn heel veel kenmerken, veel meningen en veel gebruikers. Nou, binnen een stamboek heb je dan eigenlijk wel afspraken nodig, want je moet natuurlijk een bepaalde richting op selecteren en een bepaald doel hebben waarnaartoe je fokt. Want anders wordt het natuurlijk één grote brei aan verschillende richtingen. En is het natuurlijk ook heel moeilijk voor onze juryleden die de paden beoordelen, om ze naar een bepaald doel te waarderen. Dus je hebt echt afspraken nodig. Nou, bij het KWPN zijn deze afspraken vastgelegd in het fokdoel. En ik denk dat ieder stamboek, ieder paardenstamboek, maar dat geldt ook voor andere diersoorten, wel een fokdoel heeft. Bij het KWPN is dat heel duidelijk. Springpaarden en dressuurpaarden fokken, die kunnen presteren op het allerhoogste niveau in de sport. Daarnaast kennen wij natuurlijk ook nog de tuigpaarden. Dat is meer natuurlijk een nationale sport, maar wel een hele fanatieke. Dus de tuigpaarden is een aparte richting binnen het KWPN. En dan hebben we ook nog de Gelderse paarden, die zie je rechtsboven in beeld. Dat zijn meer de dubbeldoelpaarden die zowel in springen als dressuur, als in het mennen. En eigenlijk ook als vrije tijdspaard bijvoorbeeld heel erg geschikt zijn, omdat ze een heel werkwillig en meewerkend karakter hebben. Over het algemeen. En ik heb ook nog een plaatje er neergezet over eventing. Eventing is natuurlijk in Nederland niet echt een hele grote sport. In het buitenland wel. En we merken eigenlijk steeds meer dat Nederlandse KWPN-paarden steeds meer hun weg vinden ook in de eventing. Het is geen aparte fokrichting en we selecteren er ook nog niet echt op. Maar onze paarden doen het er wel erg goed. Dus vandaar dat ik hem ook nog eventjes genoemd heb. Maar prestatie op het hoogste niveau is het belangrijkste fokdoelkenmerk binnen het KWPN. Nou, als je je fokdoel wil bereiken, dan zul je dus moeten selecteren. Want je moet uitselecteren welke paarden het meest voldoen aan het doel. Hè. Dat kan je eigen doel zijn wat je voor ogen hebt. Maar dat kan natuurlijk ook het fokdoel van het KWPN zijn. En selecteren is eigenlijk niks nieuws. Heel wat jaren, miljoenen jaren geleden, toen was het paardje wat helemaal links onderaan in beeld staat niet heel veel groter dan een middelgrote hond. He, dat waren de eerste paardachtigen die rondliepen op deze wereld. En door natuurlijke selectie, daar zit het woord selectie natuurlijk al in, is er een paard ontstaan zoals in het zwarte paard wat is weergegeven op de sheet.
ten grootte van wat wij nu eigenlijk kennen. Dat waren dan de voorouders van de paarden die wij nu hebben. Nou, de mens is het paard gaan domesticeren. En door het domesticeren zijn we natuurlijk al paarden gaan selecteren voor het doel waarvoor we ze willen gebruiken. Nou, in eerste instantie was dat natuurlijk voor de paardenkrachten, hè, in het leger of in de landbouw. Maar dat is natuurlijk allemaal vervangen door machinerie. En toen zijn we eigenlijk paarden weer gaan verder selecteren en veredelen. Hè. Volbloeden werden toen bijvoorbeeld ingekruist om uiteindelijk het sportpaard over te houden. Hè. Dus voor ons eigen plezier, voor onze eigen sport. En ook daarbinnen, binnen de sportpaden, houdt selectie nog niet op. Want inmiddels specialiseren we steeds verder in spring- en dressuurpaden. Wat echt wel een heel ander type paard is. Dus ze worden steeds meer geselecteerd naar het doel wat wij voor ogen hebben. Binnen het KWPN zijn er heel wat selectiemethoden. En dat is natuurlijk niet iets wat binnen het KWPN alleen speelt. Dat zijn ook... Ook binnen andere warmbloedpaardenstamboek en ik denk ook binnen andere ponyrassen en dergelijke hebben ze verschillende methoden om te selecteren. Maar even specifiek voor het KWPN. Nou, we organiseren natuurlijk heel wat evenementen waar je met je paard naartoe kan komen om een idee te krijgen van hoe goed jouw paard is ten opzichte van de rest van de paarden in de populatie. Want dan heb je namelijk een idee of je paard bijvoorbeeld interessant kan zijn voor de fokkerij als merrie, hè, maar ook als hengst. Zo kan je bijvoorbeeld naar een aanlegtest. Een aanlegtest, dat noemen we de IBOP of de EPTM. En de IBOP is een eendaagse test onder het zadel met een ruiter waarvoor je zelf eigenlijk zorgt. En je legt dan een dressuur of een springproef af en de jury, onze inspecteurs, mijn collega's, die bekijken dan hoeveel aanleg een paard heeft om te kunnen springen of om dressuur te kunnen lopen. En de EPTM, dat is een meerdaagse of een meerweekse test eigenlijk, ook onder het zadel. En dan breng je je paard, je merrie, naar het KWPN-centrum in Ermelo. En daar wordt het paard eigenlijk zo'n 5 weken getraind. En gedurende de test wordt eigenlijk de aanleg van het paard beoordeeld. Ook karaktereigenschappen worden tijdens deze testen meegenomen. Daarnaast moet een paard natuurlijk ook gezond zijn, hè, want gezondheid is natuurlijk een van de belangrijke dingen, sowieso welzijnstechnisch. En paarden moeten natuurlijk ook gewoon hun ding, hè, de sport, ook daadwerkelijk aankunnen en zich natuurlijk helemaal happy voelen. Dus zonder beengebreken, zonder erfelijke ziektes en allemaal dat soort narigheden. Dus we selecteren eigenlijk, ik denk van alle stamboeken van sportpaden in de wereld, heeft het KWPN een van de strengste eisen voor wat betreft gezondheid. En met name op de röntgenonderzoeken, de OC, osteochondrose onderdelen bijvoorbeeld, hoefcontrol, artrose, dat soort dingen. Hè, paarden moeten wel kunnen volhouden waarvoor ze uiteindelijk op deze wereld zijn. En dat is namelijk de sport. We hebben natuurlijk ook nog een heleboel keuringen. Er zijn stamboekkeuringen. We zitten nu midden in het keuringsseizoen, dus het is hartstikke druk momenteel. En daar kun je natuurlijk met je merrie naartoe komen. Dan zal de merrie op een harde ondergrond worden beoordeeld op het exterieur. Dus eigenlijk van hoofd tot staart wordt ze helemaal lineair gescoord, zoals we dat noemen. Dus het paard krijgt cijfers voor een heleboel onderdelen voor wat betreft ons exterieur. En ook voor het vrij bewegen en vrij springen kan dan een eerste... meting gedaan worden van hoeveel aanleg het paard daarvoor heeft. En zo krijg je een idee als fokker, of als je met de merrie wil gaan fokken, hoe goed je paard is en hoe bijvoorbeeld het KWPN tegen jouw paard aankijkt. Nou, de stamboom heb ik ook nog opgeschreven. De stamboom is natuurlijk best een belangrijk onderdeel in de fokkerij. Als je paard uit een goed nestje komt, dan is natuurlijk de kans groter dat ze eerder het fokdoel zal bereiken. Omdat als er een goede stamboom achter zit, eigenlijk al generatie op generatie, als het ware, de belangrijke dingen waarop je wil selecteren, de belangrijke kenmerken, en dat zal met name sport zijn, al stevig is doorgevoerd en daar is al stevig op geselecteerd. Paarden met een goede stamboom hebben natuurlijk dan iets meer een streepje voor dan paarden zonder goede stamboom. Dat wil niet zeggen dat je met een paard zonder goede stamboom niet kan fokken. Alleen je moet natuurlijk van wat verder weg komen en ook zorgvuldige hengstenkeuzes maken om dan weer sneller bij de beste paarden te horen. En
ja, onze belangrijkste informatiebron is eigenlijk de sport. Hè. Er zijn natuurlijk wereldwijd en ook in Nederland heel erg veel sportwedstrijden. Ook heel moeilijk wel om als fokker hier natuurlijk je informatie uit te halen. Want het gebeurt natuurlijk wel onder heel veel verschillende omstandigheden. Hè. Een wedstrijd in het Midden-Oosten bijvoorbeeld is iets heel anders dan een wedstrijd in Amerika of een wedstrijd in West-Europa. En er zijn dan vaak ook andere ruiters die op een andere manier rijden en trainen. Meegemoeid. Dus het is best wel moeilijk soms voor een fokker om daar heel goed te onderscheiden van wat milieufactoren zijn en wat dan de daadwerkelijke genetische aanleg is van het paard. Maar dat is wel waar ons fokdoel wordt beoefend. Hè. Dat is de sport, daar gaat het uiteindelijk om. Dus het is een van de belangrijkste kenmerken. En sinds kort, dat heeft u misschien wel in de nieuwsberichten die de afgelopen maanden online hebben gestaan, of in de paardenkrant of iets dergelijks, of op onze eigen website, hebben we een nieuwe selectiemiddel toegevoegd. Iets wat we al deden voor het kenmerken osteochondrose, maar we hebben het nu ook voor sport en exterieur toegevoegd. En dat is namelijk het DNA. We zijn tegenwoordig in staat om het DNA-profiel van het paard uit te lezen. En deze informatie kunnen we benutten in de selectie van het KWPN-paard. En we kunnen paarden op hun DNA dus eigenlijk vergelijken hoe geschikt het DNA is voor bijvoorbeeld de dressuursport of voor bijvoorbeeld de springsport. En dat deden we dus al voor osteochondrose. En ook nu de exterieurkenmerken hebben we daar aan toegevoegd. Nou, hoe werkt dat nou? Nou, uit al deze informatiebronnen, de sport, de keuringen, de aanlegtesten en de gezondheid, komt heel erg veel data naar voren. We doen dus lineair scoren. De sportwedstrijden leveren natuurlijk uitslagen op. Evenals de aanlegtesten waar de paarden allemaal mooie verrichtingsbalken krijgen, zoals we dat noemen. Dus ze krijgen scores voor stap, drafgeloop, houding en balans, rijdbaarheid, bewerkbaarheid, aanleg als dressuur of springpaard, reflexen, techniek, vermogen. Nou, al dat soort kenmerken die van belang zijn om een goed sportpaard te kunnen zijn. En al deze informatie wordt eigenlijk samengevat van een paard. En dat levert dus de fenotypes op die daar in het midden van de sheet gemeld zijn. Daarnaast kunnen we dus nu met behulp van DNA-technieken, laboratoriumtechnieken, het DNA van het paard uitlezen. En dat levert eigenlijk direct het genotype op van het paard. En door al deze informatie, de fenotypes aan de ene kant, dus al die meetgegevens te combineren met het genotype, zien we eigenlijk patronen. En kunnen we zien van, oké, als een paard Grand Prix dresseur loopt bijvoorbeeld, dan hebben ze waarschijnlijk dit soort DNA, dus dit soort genotype. En daar kunnen we op selecteren. Dus we kunnen relateren aan de hand van het genotype hoeveel jouw paard lijkt op succesvolle Grand Prix paarden. En al deze informatie wordt samengevat, samen met de stamboom van het paard. Hè, dus want we weten ook natuurlijk wie de ouders zijn. En daaruit komen dan waardes uitrollen. Dat wordt allemaal met ingewikkelde statistische software gedaan die daar speciaal voor ontworpen is. Daar komen getalletjes uitrollen en die worden de fokwaarde genoemd. Oftewel de genoomfokwaarde als er sprake is van het opnemen van DNA-informatie. Dat heet een genoomfokwaarde. En deze genoomfokwaarde geeft eigenlijk heel handig aan in hoe de vererving van jouw paard, hoe dat gaat. En hoe goed die is ten opzichte van de rest van de KWPN-populatie. Nou, al deze gegevens worden dan samengevat in de fokwaarde van het KWPN. En als je een veulentje wil fokken met een bepaalde merrie, is dat natuurlijk super interessante informatie. Want in de KWPN-database staat dan bijvoorbeeld het genetisch profiel. Bezoek allemaal een keertje onze website om te kijken. Die is gewoon openbaar. Dus je kunt eigenlijk elk willekeurig paard van het KWPN kun je opzoeken. Dus onder het kopje genetisch profiel vind je dan een heleboel cijfertjes die dus deze fokwaarde reflecteren. En hier heb ik een voorbeeldje gegeven van een springpaard. We hebben nog veel meer fokwaarden, maar dat past allemaal niet precies op deze sheet. Dus ik zou zeker aanraden om een keer onze website te bezoeken. Dit zijn eigenlijk de belangrijkste kenmerken in het fokdoel van het KWPN. Bijvoorbeeld springen. Dan zie je daar een blauw balkje staan met in het midden 160. Dus dat betekent dat dit paard voor springen een fokwaarde heeft van 160. En dat is ten opzichte van de KWPN-populatie. Je ziet dat het balkje naar rechts uitslaat. Best wel veel naar rechts, zelfs drie blokjes naar rechts. Richting hoog gaat. Dus dit paard heeft een hele goede score ten opzichte van de KWPN-populatie. Dan zie je tussen springen en het woordje laag aan de linkerzijde
ook nog 55% staan. Dat is de betrouwbaarheid. En de betrouwbaarheid geeft eigenlijk aan hoeveel informatie is meegenomen in de fokwaarde van het paar. Als er heel veel informatie uit de familie, voor wat betreft sport, beschikbaar is bijvoorbeeld, dan zal dit cijfer heel hoog zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan dekhengsten die al jarenlang meedoen, zoals Heartbreaker, Indoctro, dat soort paarden. Die hebben natuurlijk al enorm veel nakomelingen en het betrouwbaarheidspercentage van hun fokwaarde is dus ook al erg betrouwbaar en dat gaat richting de 100%. Dat is ja, zeker hoger dan 90%. Bij merries zal dat altijd wat lager zijn, want merries krijgen natuurlijk niet zoveel nakomelingen. En dan zal het wat lager zijn, maar toch is het nog heel goed mogelijk om merries met elkaar te vergelijken met behulp van deze technieken. Nou, zo zie je ook een fokwaarde voor exterieur, voor vrij bewegen, voor vrij springen, voor OC-gezondheid in dit geval. Ter zake zie je daar bijvoorbeeld GFW staan, dat betekent dan genoomd fokwaarde. Dat komt omdat hier de DNA-profielen in opgenomen zijn. En ook voor stokmaat hebben we een fokwaarde. En zo hebben we ook nog een heleboel andere fokwaarden voor wat betreft exterieur. Dus alles van rompmodel tot en met de stapcorrectheid, galopbalans, reflexen, techniekvermogen. Daar hebben we allemaal fokwaardes voor en die staan dan normaal gesproken hier nog onder. Maar zoals ik al zei, dat past niet op deze sheet. Dus kijk gerust een keer op de database van het KWPN. Dan zijn er nog andere dingen waar je natuurlijk in de fokkerij rekening mee moet houden als je een vulletje wil fokken. Er zijn helaas ook erfelijke gebreken natuurlijk. Een van de belangrijkste of de bekendste erfelijke gebreken die er zijn, is bijvoorbeeld, tenminste bij warmbloeden, bij warmbloedsportpaden, is WFFS, het Warmblood Fragile Fall Syndrome. Dat is een nare afwijking. Waarbij veulens vaak, of ja, eigenlijk treedt er al heel vaak abortus op. Dus dat wil je niet als het veulen een leider is, zeg maar, van deze ziekte. Als het veuletje wel geboren wordt, heel vaak zal het veulen dan geëuthaniseerd moeten worden. Voorbeelden van wat het veulen dan kan hebben, is bijvoorbeeld dat de huid heel erg los op het veulen zit. Die kun je er eigenlijk als het ware bijna afscheuren, aftrekken. Dat is natuurlijk een heel naar gezicht als dat gebeurt. De botten en de gewrichten zijn eigenlijk overbuigzaam. Dus je kunt ze eigenlijk bijna de andere kant op buigen. En zo'n veuletje is eigenlijk niet levensvatbaar. En dat wil je dus eigenlijk gewoon niet. Maar de meeste drachten worden dus eigenlijk al afgebroken als je een veuletje hebt met WFFS. Nou, hoe kun je dat nou voorkomen? Hier staat het plaatje weer gegeven van wat het betekent als je merrie of hengst drager is van WFFS. WFFS is een enkelvoudige overerfbare ziekte. Dus dat betekent dat het door één gen eigenlijk beïnvloed wordt. En als je merrie of hengst drager is van dat gen, is het heel erg gevaarlijk om deze twee dieren bij elkaar te zetten. Want het veuletje, dat zie je in de onderste helft van de sheet, kan volkomen gezond zijn. Hè? Elk paard heeft twee kopieën van het DNA. Als een hengst drager is, dat betekent dat hij één ziek kopie heeft. Dat is het kopie met het kruisje erdoor. En één gezonde kopie, zeg maar, van het gen. En voor de merrie geldt dan natuurlijk precies hetzelfde. Nou, er zijn er natuurlijk allerlei combinaties mogelijk van het veulen. En in 25% van de gevallen zal het veulen gewoon compleet helemaal gezond zijn, geen symptomen en ook geen drager zijn. Want dan hebben ze toevallig van vader en moeder het goede gen meegekregen, het goede gedeelte, de kopie van het gen. Maar in alle andere gevallen gebeurt er wel wat. Want als de hengst het verkeerde gen doorstuurt en de merrie het goede gen, of andersom, dan is er met het veuletje zelf niks aan de hand. Maar het is wel een drager geworden. Dus dat betekent dat als dit veulen zelf weer vader of moeder wordt in de toekomst, dat dan ook weer nodig is om goed op te passen of de partner dan geen drager is van het WFFS-gen. Nou, voor 25% wat dan nog overblijft, loopt het eigenlijk het slechtste af, want die veulens worden leider. Dus als zowel de hengst als de merrie het WFFS-gen doorgeeft, dan zal die veulen een leider zijn en zal ze te maken krijgen met deze ziekte en is het veulen eigenlijk niet levensvatbaar. Nou, dit is heel simpel te voorkomen. Er is namelijk een genetische test voor WFFS. Dus we kunnen er met z'n allen eigenlijk gewoon heel simpel op testen.
Dus als je weet dat je Mary risico heeft, bijvoorbeeld door haar stamboom, hè, dat je weet dat de vader bijvoorbeeld drager is van WFFS, laat je Mary dan even testen. Het is helemaal niet zo duur. Dat kan vrijwel bij ieder laboratorium. Kan ook via het KWPN. En dan testen wij je paard netjes om te kijken of het een drager is. En kun je daar in elk geval rekening mee houden in je hengstenkeuze. Want als de Mary drager is, ben je iets beperkter in de keuze van welke hengsten je wil gebruiken voor deze Mary. Als je Mary vrij is, kun je eigenlijk iedere hengst gebruiken. Want er zal nog nooit een WFFS-veulen geboren kunnen worden. Het kan hooguit een drager worden in 50% van de gevallen. Oké, nou dat voor wat betreft erfelijke ziektes. Zo zijn er natuurlijk nog wel meer erfelijke ziektes. Binnen de warmbloeden hebben we gelukkig nog niet veel bekende erfelijke ziektes. Maar er zijn er wel meerdere bij andere rassen. Laboratoria geven daar over het algemeen best wel veel informatie over. Maar als je nou een vulletje gefokt hebt en dat is succesvol en je hebt een mooi vulletje in de wei lopen en het is een warmbloed sportpaard, dan kun je het vulletje registreren bij het KWPN. Kijk daarvoor ook weer even op onze website. Als je het vulletje bij ons registreert, dan wordt hij voorzien van een paspoort, een chip. Natuurlijk stamboomregistratie, als dat bekend is. We maken een melding in de nationale database, zodat aan de regelgeving in Nederland voldaan wordt. We doen afstammingscontrole op de vader en als het nodig is ook op de moeder. En het vulletje krijgt dan ook de fokwaarde. Hè? Dus je kunt eigenlijk meteen zien in de database hoe interessant jouw vulletje weer is voor de verdere fokkerij van sport en exterieur. En je kunt eventueel andere DNA-onderzoeken aanvragen bij het vullen, bijvoorbeeld voor WFFS of andere gezondheidskenmerken. En daarnaast staat het KWPN altijd voor veel tips over fokkerij, adviezen, kennis en meer. Dus als je meer informatie wilt over welke hengsten en merries je zou moeten kruisen, neem dan gerust contact op met ons. En dan krijg je daar netjes een antwoord op. Nou, hier wil ik het vanavond bij laten. En ik vind het natuurlijk heel leuk om wat vragen te beantwoorden. Yes. En die heb ik voor Daniëlle. Blijf blijft okay. Mijn oh, ja. Zal ik bij zitten erbij. Okay. Dan kom ik even bij je in beeld. Hopelijk zijn we nu allebei in beeld. Voordat jullie bij het webinar aanwezig waren, toen jullie je opgaven, hebben jullie natuurlijk al een paar vragen voor onze sprekers kunnen insturen. Daarvan hebben we er alvast twee geselecteerd voor Daniëlle. En mochten jullie in de aanvang van deze presentatie ook nog vragen hebben, dan kunnen jullie dat gewoon in de chat neerzetten. En dan zullen Lisanne en Vincent proberen ze te beantwoorden of door te zetten naar mij, zodat ik ze aan de sprekers kan stellen. Als eerste kwam de vraag binnen. Mag je fokken met een paard waarvan de deel van de bloedlijn overeenkomt met je merrie? Zoals bijvoorbeeld Vivaldi. Ja, nou dat is een hele goede vraag. Daar heb ik het nu inderdaad nog niet echt over gehad. En dat is natuurlijk intilt. Intilt is natuurlijk niet goed. Hoe je het ook bent of keert, je kruist dan eigenlijk twee paarden, een hengst en een merrie, die heel erg verwant zijn aan elkaar. De kans dat je dan gemeenschappelijk DNA doorgeeft aan het veulen, waar bijvoorbeeld een erfelijke ziekte op kan liggen, is natuurlijk dan steeds groter. Dus de kans op erfelijke gebreken neemt dan toe. Dus als dat percentage verwantschap, hè, want daar kijken we dan naar, we kijken niet naar het individuele intiltpercentage van een hengst of een merrie, want dat is niet zo interessant. Het gaat echt om het verwantschapspercentage. Als dat te hoog is, dan raden wij eigenlijk zeer sterk af om deze combinatie in te zetten. We hebben daar ook een tool voor op de KWPN-website. Die zit verstopt achter mijn KWPN. Dus als je lid bent van het KWPN, dan kun je inloggen op mijn KWPN, je merrie selecteren. En dan kun je kiezen wat voor hengsten je wilt. Dressuurhengsten, springhengsten, tuigpaardhengsten of noem maar op. En dan krijg je eigenlijk netjes een overzicht van alle goedgekeurde en erkende KWPN-hengsten, waaronder dus Vivaldi. En kun je dus bijvoorbeeld zien hoeveel verwant jouw merrie is aan Vivaldi. En er staan dan allerlei adviezen bij wat verstandig is om wel of niet te doen. We zeggen eigenlijk als het veulen, als de combinatie, die hengst-merrie, als het veulen dan zeg maar voor meer dan 5% is ingeteeld, dan raden wij de combinatie eigenlijk af. Dus probeer beneden die 5% te blijven van het veulen. De toekomstige veulen. Ja. En die keuze moet je dus ook voordat je de aanparing gaat doen maken. En niet na de hand, want dan ben je natuurlijk te laat. Dan is het te laat, dan is de merrie al drachtig. Ja, precies. Dus dat zou zonde zijn. Ja, oké. Vuistregel 5%. Ja, eigenlijk wel. Om aan te houden. Oké, dan heb ik nog een tweede vraag. Eventjes ter afsluiting nog van deze presentatie. Mijn merrie is vrij groot. Kun je de grootte van een veulen ook beïnvloeden met de keuze van de hengst?
Ja, dat kan zeker. Stokmaat is een van de meest erfelijke kenmerken binnen de fokkerij. Dat is ongeveer voor 70% erfelijk. Dus eigenlijk is het bijna what you see is what you get. Hè? Dus als je een grote hengst en een grote merrie met elkaar kruist, zal dat zeer waarschijnlijk bijna altijd een groot veulen opleveren. Ook voor stokmaat heb ik net laten zien, berekenen wij fokwaarden. En je kan dus heel goed zien hoe de vererving van een veuletje of van een hengst, hoe de vork in de steel steekt. Dus als jouw merrie wat klein is, hè, dus waarschijnlijk een fokwaarde beneden de 100 heeft, kies dan in elk geval een hengst uit die een fokwaarde weer ruim boven de 100 heeft. Want dan zal het vergrotend werken en zal het veulen ergens daartussenin komen te liggen. Tenminste, genetisch gezien dan. Hè. Je moet hem natuurlijk nog wel goed voeren en managen dat hij ook daadwerkelijk gewoon netjes uitgroeit. Want anders gaan de milieufactoren weer een rol spelen. En dan doet dat soms de genetica weer teniet. Dus dat is wel goed om in je achterhoofd te houden. Dus het is regelbaar met genetica, maar ook het milieu, de omgeving. Je moet de meest optimale omstandigheden voor het veuletje creëren natuurlijk. Ja. Om hem gezond en goed op te laten groeien. Maar dat zit natuurlijk niet in zijn DNA. En dat gaat ook niet door naar de volgende generatie. Maar je wil natuurlijk dat het veuletje zelf een leuk of mooi gezonde fokmerrie of sportpaard wordt. Of fokhengst natuurlijk, als het een hengst is. Ja. Dus, Nou, super. Ik denk dat de vragen zo uitgebreid beantwoord zijn van onze kijkers in ieder geval. Danielle, bedankt. Graag gedaan. Voor nu. Ja, ik zie je straks nog terug inderdaad. Dadelijk nog even terug. Ja, helemaal goed. Nou, dan gaan wij in ieder geval eventjes door naar de volgende spreker. Als het goed is, zit Iris van Gullik al klaar. Zij gaat ons wat vertellen. Kijk, Danielle heeft ons nu verteld waar je eigenlijk aan moet denken voordat je paard drachtig wordt. En Iris zal ons vertellen waar je aan moet denken als je paard drachtig is en je veulentje wordt bijna geboren. Ik weet niet of Iris al aanwezig is. Ja, en ik zie je ook al gedeeld. Helemaal goed. Zie je. Nou, dan geef ik graag het woord aan Iris. Ja, goedenavond allemaal. Nou, super bedankt voor de uitnodiging om vanavond tegen jullie te mogen spreken voor Animal. Ik ben inderdaad Iris van Gullik en ik ben paardendierenarts. Maar misschien weten de meesten dat al. En als je nog niet weet wie ik ben, kijk dan vooral even op mijn Instagram account. Dat is @paardendierenarts_Iris van Gullik. Want dan probeer ik je heel veel te leren over de gezondheid van je paard. En we gaan het vandaag over dit veulentje hebben. En ik ga eerst even een filmpje laten zien en dan, als het goed is, wordt er een poll ingestart en kun je even antwoord geven. Nou, ik denk dat je wel gezien hebt dat dit niet een heel gezond veulentje is. En daar hebben we ook een vraag over. Kun jij die poll instarten, Marjan? Want de vraag is, wat denk je dat dit veulentje heeft? De poll is inderdaad al ingestart. 50% zegt tetanus en 50% gewrichtsontsteking. Maar ze zijn ondertussen nog aan het stemmen. Nog iets meer mensen met gewrichtsontsteking. En er is ook één iemand die heeft geen idee. Dus ik denk een heel mooi gevarieerd palet aan antwoorden. Maar de meeste antwoorden is dus gewrichtsontsteking. Nou, super fijn dat jij dat wel ziet, want ik zie daar helemaal niks van. Maar goed dat iedereen gestemd heeft. En dan heb ik nog even een ander filmpje. En ik denk dat als je niet tegen vervelende beelden kan, dat je even weg moet kijken. Dus hier komt-ie. Want hier zie je een veulentje met tetanus. En je ziet dat hij een heel strak oog heeft en helemaal plat ligt. En als hij dan probeert op te staan, dan ziet het er helemaal verschrikkelijk uit. Want dan zie je dat hij heel stijf is en eigenlijk helemaal niet naar in de benen kan komen, maar echt gewoon weer omvalt. Dit soort dingen zet ik dus op mijn Instagram-account. Ook leukere dingen gelukkig. Om mensen bewust te worden wat er kan gebeuren als je veulentje bijvoorbeeld tetanus krijgt. En we hadden ook nog een andere poll. En zie je die ook, Marjan? Ja, klopt. Ik zal die poll ook eventjes instarten. Hij is nog eventjes aan het laden. Het vraagt in ieder geval of mensen zelf problemen gehad hebben in het verleden met een jong veulentje. Hij heeft nog niet zo'n zin om het te gaan doen vanavond. Nog één keer proberen? Nee. Nou, dan gaan we gewoon verder.
Dat is helemaal geen probleem. Ik hoop dat de mensen geen problemen hebben gehad met hun jonge veulentjes. En hier zie je weer het veulentje waar ik mee begon eigenlijk. Die ligt onder zijn moeder, want het ging regenen. Dus zijn moeder ging er even overheen staan. Maar dit veulentje heeft een hele slechte start gehad. De eigenaar wist niet dat de merrie drachtig was. Dus die heeft ook niet de bevalling voor kunnen bereiden. De merrie was nog niet gevaccineerd. Had ook niet de juiste voeding gehad met de juiste mineralen en supplementen. En dit veulentje werd geboren en die is niet goed gaan drinken. Die kon het uien niet goed vinden en die werd dus langzaam steeds zwakker en zwakker. En op dat moment heeft hij ook te weinig biest binnengekregen eigenlijk. Dus alles bij elkaar een hele slechte start. Want biest is natuurlijk super belangrijk. En we willen dat die veulentjes ook eigenlijk echt direct na de geboorte biest gaan drinken. Ze moeten echt binnen 2 uur staan en drinken. En dat heeft voordelen voor de merrie. De merrie krijgt minder stuwing op het uier. Dus dat betekent dat het uier leeg wordt en minder pijn doet. En er komt oxytocine vrij. En oxytocine is een hormoon dat ervoor zorgt dat de baarmoeder gaat samentrekken. En als die baarmoeder samentrekt, dan gaat de nageboorte er makkelijker uit. Dus op die manier helpt het veulentje eigenlijk de merrie om de nageboorte er op tijd uit te gooien. En er zijn natuurlijk ook veel voordelen voor het veulentje. Het veulentje krijgt extra energie. Want een veulentje wordt geboren met heel weinig energie. Dat betekent dat hij best een uurtje of 2 uurtjes kan proberen te staan en te gaan zoeken naar het uier. Maar dat hij daarna al heel snel heel slap gaat worden. Dus het is heel belangrijk dat hij heel snel die energie van die biest binnenkrijgt. De biest is ook belangrijk voor de inprenting. Het drinken bij de merrie is belangrijk, want dan weet het veulen van, oh, dit is mijn moeder en hier moet ik altijd naartoe. Maar het allerbelangrijkste van die biest is dat er afweerstoffen in zitten. En door opname van die afweerstoffen krijgt het veulentje dus weerstand tegen de kiemen in de omgeving. Want veulentjes die worden zonder afweer geboren. En dat is anders dan bij mensen. Want bij mensen wordt de afweer wel via de moederkoek doorgegeven aan het kind. Die hebben niet per se biest nodig. Bij veulentjes die hebben dus de afweer echt alleen maar in de biest. En met die afweer bedoel ik dus die antistoffen die in de biest zitten. Die dat veulentje op moet nemen. We willen dus ook dat die merrie ongeveer 6 weken of eerder in de omgeving wordt geplaatst waar het veulentje geboren gaat worden. En dat is omdat die merrie dan al afweerstoffen kan maken tegen de ziektekiemen die daar in die omgeving zitten. Ja, en dan die biest, want waarom moet dat nou zo snel en waarom moet zo'n veulentje veel biest binnenkrijgen? De darmen van een veulentje die gaan dicht op een gegeven moment voor die grote antistoffen. Je moet je voorstellen dat dat grotere deeltjes eigenlijk zijn dan normale voedingsstoffen. En in de eerste 12 uur zijn die darmen nog heel mooi open en kunnen die antistoffen dus ook via de darmwand in het bloed komen. En dan tussen de 12 en de 24 uur gaat die darmwand eigenlijk een beetje sluiten. En dan kunnen er al minder antistoffen opgenomen worden. En na 24 uur kunnen er eigenlijk geen antistoffen meer opgenomen worden. Dus het is echt super belangrijk dat zo'n veulentje heel snel die juiste hoeveelheid en goede antistoffen opneemt. En dan die biest zelf. Want het is heel belangrijk natuurlijk niet alleen dat een veulentje op tijd drinkt. Veel drinkt, maar ook dat die biest van goede kwaliteit is. En wat vinden we nou een goede kwaliteit biest? De biest moet echt heel dik en geel en plakkerig zijn. Eigenlijk moet je echt van die plakvingers krijgen als je er aangezeten hebt, net of je lijm aan je vingers hebt zitten. En bij een merrie die melk gelekt heeft, je hebt van die merries die al een aantal dagen en soms zelfs een week melk lekken, is vaak een heel deel van die biest al weggelopen. Dat betekent dus dat zo'n merrie op het moment dat het veulentje geboren wordt, eigenlijk te weinig biest nog in het uier heeft. Dus te weinig om het veulentje voldoende antistoffen te geven. Dus het is heel belangrijk om dat in de gaten te houden. En je wil ook heel graag de kwaliteit van de biest testen. En dat kan je laten doen door je dierenarts. Door een beetje biest af te melken en dat naar je dierenarts te brengen. De meeste praktijken kunnen dan kijken of die biest van voldoende kwaliteit is. En ging jij nog een vraag stellen, Marjan? Ja, je ging zo mooi door met presenteren. Ik denk, volgens mij hoef ik niks meer te vragen. Maar... Maar het hoeft ook niet hoor, ik kan ook gewoon doorgaan. Nou, ik ben wel benieuwd hoe je dan precies weet, hoe je weet of een veulen ook genoeg drinkt of niet. Ja, die vraag krijg ik wel echt vaak. En dat is ook heel lastig eigenlijk.
om het echt zeker te weten. 100% zeker weet je het nooit. Maar het is wel heel belangrijk wat je hier op deze foto's ziet, dat je heel goed moet kijken. Goed kijken naar het uier en goed kijken naar hoe het veulentje drinkt. En altijd aan de andere kant gaan staan en echt op je hurken onder die merrie duiken eigenlijk. Zodat je kan zien dat dat veulentje de tongetje echt om de tepel heeft. En dan kan je op dit onderste plaatje nog mooier zien. Je ziet echt dat rode tongetje om die tepel heen. Wat ik heel vaak zie als ik bij mensen kom, als het allemaal niet zo lekker gaat, dat ze dan op een gegeven moment roepen van, oh, nu drinkt hij echt. En dan is zo'n veulentje heel hard aan het zuigen aan dat uier. Komt ook allemaal kwijl of melk langs zijn mondje lopen, want dan krijgt hij echt wat binnen, denken ze dan. En dat is niet zo, want op dat moment zie ik dat het veulentje precies naast de speen heel hard aan het drinken is. En dat hij gewoon zijn eigen speeksel uit zijn mondje aan het kwijlen is. Dus dit is super belangrijk, dat je echt ziet dat hij hem vast heeft. Je wil ook zien dat je veulentje elke 20 tot 30 minuten gaat staan en drinken. Dus dat is echt wel heel veel. Je veulentje moet fit en heel vlot ogen. Dus dat betekent dat eigenlijk dat hij gewoon lekker gaat liggen slapen. En als hij dan wakker wordt, dan staat hij op, rekt hij zich helemaal uit en loopt hij linea recta naar het uier. Dat is eigenlijk wat je wil zien. Soms gaan ze al een beetje bokkend door de wei of door de stal. Ze moeten echt blij zijn. En na het drinken moeten de tepels ook nog plat en zacht zijn. Want de melk die erin zat, die moet er uitgedronken zijn eigenlijk. En dat kun je vaak heel goed voelen door te voelen of ze dan ook echt plat zijn. Dus daar kun je allemaal op letten om te weten of je veulentje voldoende drinkt. Oké, en dan ben ik ook nog wel benieuwd. Hoe weet je dan of het veulen wel de goede biest heeft gehad? Dus echt wel die antistoffen binnen heeft gekregen? Ja, dat is ook, dat kun je aan de buitenkant eigenlijk niet zien. Je kunt dus je biest testen, dus dan weet je in ieder geval of de biest van goede kwaliteit is of niet. Want ook bij oudere merries zien we nog wel eens biest van slechte kwaliteit. Maar wat je echt moet doen, vind ik zelf, want je hebt heel veel moeite erin gestoken om een veulentje te fokken, een goede hengst uit te kiezen, je merrie goed te voeren gedurende de dracht. Nou, alles helemaal goed voorbereid. Dus ik vind dat je dit ook zeker moet doen, want dit is super belangrijk, is dat je gaat testen via het bloed of je veulentje voldoende antistoffen opgenomen heeft. En dat kun je doen als je veulentje tussen de 16 en de 24 uur oud is. Iets later mag ook. Heel veel eerder heeft niet zoveel zin. Want dan kan het dat de waarde te laag is. Maar dat de darm eigenlijk nog open is. Dus dat er nog genoeg antistoffen naar binnen kunnen. En dat doen we dus met een bloedtestje. En dat stelt eigenlijk weinig voor. Het is even het veulentje prikken. De dierenarts moet, vind ik, toch komen om het veulentje te controleren. En dan wordt dat getest. En dan weet je eigenlijk vrij snel of er voldoende antistoffen opgenomen zijn. En als je veulentje te weinig biest binnen gehad heeft, ja, wat moet je dan doen? Dan moet je je veulentje plasma geven. En plasma noemen we ook wel het goud. Je ziet ook waarom. Hier op deze foto, het is echt heel goudkleurig eigenlijk. En plasma is bloed van een ander paard. Een deel van een bloed van een ander paard. En in Nederland wordt op verschillende plaatsen plasma gemaakt eigenlijk. Dat zijn paarden die heel goed gevaccineerd worden. En die veel antistoffen maken. En dat zit dan in je bloed. Want het zit eigenlijk altijd in je bloed, die antistoffen. En dat plasma geven we dan aan het veulentje. Dus dat is echt super fijn. Want op die manier, als het veulentje te weinig antistoffen heeft gehad, kun je dus nog voldoende antistoffen toedienen op die manier. En ik zal even laten zien hoe dat dan gaat. Kijk, hier is het veulentje weer waar we mee begonnen waren. Die zo moeilijk liep. En als je goed kijkt, zie je hier achter zo'n zakje goud liggen. Dit veulentje die was echt heel ziek en daarom ligt hij hier zo stil. Ik heb hem niet gestudeerd. Soms studeer ik ze wel als ze echt te hard springen. Maar bij deze was het absoluut niet nodig, want die was gewoon echt heel, heel zielig. Je ziet dat ik hier ook op mijn tafeltje alles klaar heb liggen om een katheter, dus een soort buisje in het bloedvat in te bouwen. Om op die manier via een slangetje dat plasma toe te gaan dienen rechtstreeks in het bloedvat van het veulentje. Om op die manier zijn afweer te optimaliseren. En hier zie je hem dan liggen. Super praktisch, kan gewoon thuis. Zoals je ziet, de merrie staat vastgebonden. Het veulentje ligt.
Katheter is mooi netjes ingehecht. Wel gewoon steriel, geschoren, gewassen, allemaal mooi gemaakt. En dan zie je als je goed het slangetje volgt, dat die naar boven gaat en aan de ladder hangt. Dat is vooral omdat de dierarts, dat ben ik dus, anders een lamme arm krijgt van het omhoog houden van dat zakje. Dus daar kan die heel mooi liggen en dan drupt dat er heel langzaam in. Want daar is hij weer, dat veulentje. Ik zal het filmpje nog één keer afspelen. En dan zal ik je laten zien wat je ziet. Nou, hij is heel sloom sowieso. Hij is ook niet blij. Hij kijkt helemaal niet blij. En hij loopt ook heel stram en heel stijf. Eigenlijk met twee stramme, stijve beentjes. En hij kan echt niet die gewrichtjes goed buigen. En dit had tetanus kunnen zijn hoor. Dus de mensen die dat gestemd hebben, die hadden het zeker niet per se mis. Vaak vallen ze dan wel sneller echt gewoon helemaal om. Maar dit veulentje, als je daar beter naar keek, dan zag je dat hij zijn gewrichtjes heel dik had. Hier zie je dat. Zijn kniegewrichtjes, dus van zijn voorknietjes, die waren echt heel dik. Bij allebei zijn voorknietjes en uiteindelijk ook bij een van zijn achtergewrichten in zijn spronggewricht. Als die gewrichtjes dik zijn, dan zit er veel te veel vloeistof, gewrichtsvloeistof in. En dit veulentje had te veel ontstekingsmateriaal erin. Kijken waarom die niet verder wil. Gaat toch nog verder, hartstikke fijn. En dit noemen we veulenziekte. En veulenziekte is eigenlijk sepsis, dus bloedvergiftiging. Er is een bacterie in dat veulentje gekomen, vaak via bijvoorbeeld de navel. Bij veulentjes die geen afweer hebben, kan zo'n bacterie eigenlijk zijn gang gaan in dat hele lichaam. En die bacterie gaat vaak in de gewrichten zitten. En hier zie je een veulentje dat op tafel ligt, waarvan het elleboogwrichtje gespoeld wordt. Want die had dus gewrichtsontsteking in zijn elleboogwricht. Nou, het veulentje waar wij het net over hadden, had gewrichtsontsteking in zijn beide voorknieën en in zijn achtersprong. Drie gewrichten is echt heel veel. Dus dat is absoluut geen goede prognose. En de behandeling bestaat uit het spoelen van die gewrichten. En natuurlijk het geven van antibiotica en ontstekingsremmers. En die gewrichten worden gespoeld met naalden, dat zie je hier ook. Ze worden naalden in het gewricht gestoken om op die manier steriele vloeistof door het gewricht te laten spoelen. Om er op die manier voor te zorgen dat je de bacteriën en de ontstekingsmateriaal eruit krijgt. En hier ligt het kleine veulentje dan weer. Met twee naalden in zijn voorknietje, heel klein voorknietje. Veel kleiner dan normale veulentjes natuurlijk, omdat het ook maar een heel klein veulentje was. En toen ik die naald in dat gewrichtje stak, die zo dik was, kwam er bijna klare pus uit. Echt gele gewrichtsvloeistof, geel-wittig, wat absoluut niet goed is. Dus de prognose, wat ik al zei voor dit veulentje, was absoluut niet goed. We hebben wel die gewrichtjes gespoeld. Die drie gewrichtjes en dat hebben we twee keer gedaan. Dus een aantal dagen niet en dan weer wel opnieuw om te zorgen dat we alle ontstekingsstoffen er eigenlijk zoveel mogelijk uitgehaald hebben. Ja, en hier loopt hij dan. Het was echt heel moeilijk en hij heeft ook heel vaak op het randje gestaan van wel goed, niet goed. Laten we er toch mee stoppen, laten we er toch mee doorgaan. Het was een moeilijke keuze steeds. Maar als je dit filmpje ziet, dit was denk ik een week of 10 dagen na het spoelen van zijn gewricht. Dan zie je dat hij een stuk vrolijker is. Moeders trouwens ook. Zijn verbandje is afgezakt. Maar ik vond het zo'n mooi filmpje dat ik het wel aan jullie wou laten zien. Hij was wel echt heel vrolijk. Dus dat is hartstikke fijn. Dit veulentje heeft het gered. Die is uiteindelijk ook weer naar zijn eigenaar thuis gegaan. Hij doet het op dit moment nog steeds heel goed. Wel altijd een slag om de arm, want het kan natuurlijk omdat die gewrichten zo ontstoken zijn geweest dat er toch nog ernstige artrose op gaat treden omdat het kraakbeen kapot is gegaan. Maar voor nu lijkt het in ieder geval goed. Wauw. Wat fijn om zo te zien hier dus. Ja, en dan hoe had je zoiets kunnen voorkomen ook bij een veulentje? Had de eigenaar wat kunnen doen zodat dit misschien wel niet was gebeurd?
Ja, dat had je wel kunnen doen. En dat klinkt misschien een beetje hard. Misschien luistert de eigenaar ook wel mee, maar die weet het ook wel. Je moet sowieso, want dit was dan geen tetanus, maar er had ook tetanus kunnen zijn. Dus het is heel belangrijk om die merrie sowieso te vaccineren tegen tetanus. Goed te voeren met de juiste vitamine en mineralen gedurende de dracht. En zorgen dat je veulentje op tijd voldoende bies binnenkrijgt. Dus waar we het net al over gehad hebben, die bies is super belangrijk. En ook dan om daarna te testen. Te testen of die voldoende bies gehad heeft. Want van dit veulentje was eigenlijk al bekend dat hij te weinig bies gehad had. En als er op dat moment ingegrepen was met het geven van plasma, dan was dit dus allemaal voorkomen waarschijnlijk. Dus wel echt super belangrijk om op tijd aan de bel te trekken als je problemen hebt met je veulentje. En laat ik het daar nu net even met je over willen hebben. Want wanneer laat je je veulentje nou controleren door de dierenarts? Direct. Als je veulentje slap of sloom is. Dus als je een veulen hebt waarvan je denkt, het is net niet helemaal fijn. Hij doet het niet helemaal goed. Hij gaat niet snel genoeg staan. Hij heeft een slechte zuigreflex. Dus dat hij niet op je vingers wil zuigen. Als hij niet op tijd wil drinken. Als hij niet wil plassen of poepen. Ook natuurlijk aan je merrie denken. Dus als je merrie niet fit oogt, dan wil je ook de dierenarts bellen. Als de nageboorte er niet op tijd af is. En wat is dan op tijd? Je wil dat de nageboorte er binnen 3 uur af is. En ook bij twijfel. Je moet gewoon altijd de dierenarts bellen als je twijfelt. Want zo'n veulentje, wat ik al zei, heeft heel weinig energie. Dus hij wordt heel snel heel slap. En dan gaat het echt heel snel bergen afwaarts. Als je wel een gezond veulen hebt, dan wil ik ook dat je de dierenarts belt. En dan wil ik dat je het veulentje binnen 24 uur laat controleren door je dierenarts. Die kijkt dan naar je veulentje, die controleert alles. Hart, longen, ogen, stand van de beentjes, naveltje. Alles wat je kunt controleren wordt dan gecontroleerd. Kan meteen bloed afgenomen worden voor de biesopnamecontrole. En de merrie kan ook gecontroleerd worden. Is de merrie fit? Is ze niet heel ver uitgescheurd? En wat ook super belangrijk is, altijd de nageboorte bewaren voor je dierenarts in een schone emmer. Die kan dan ook nog helemaal uitgelegd worden om te kijken of die helemaal compleet is. Want dat kan ook weer heel veel problemen geven als dat niet zo is. En dan wordt er heel vaak gevraagd van, moet ik een veulentje nou een veulenspuit geven of niet? Vroeger werd namelijk gezegd dat alle veulens een veulenspuit nodig hadden. En wat is zo'n veulenspuit nou precies? Nou, dat wisselt heel erg. De ene dierenarts doet de tetanusserum in, de andere antibiotica, de andere vitamine. Zo'n spuit is niet nodig, tenzij je een ziek veulentje hebt. Want antibiotica wil je niet geven aan een gezond veulen. En zeker niet eenmalig, want dat doet ook helemaal niks. Tetanusserum heb je alleen nodig als je merrie niet gevaccineerd is. Mocht je daarachter komen, dan zou ik zeker je veulentje wel daarvoor laten spuiten. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat je veulentje gecontroleerd wordt. Dus dat hij, als hij 24 uur oud is of iets jonger, door de dierenarts nagekeken wordt. Gewoon omdat de dierenarts veel meer problemen herkent, gewoon door te kijken, dan jij als eigenaar herkent. Dus dat onderzoek is echt nodig. En er zijn veel mensen die zonder dat er een spuitje gegeven wordt, niet bellen voor het onderzoek. En dat is gewoon heel jammer. Dus bel absoluut je dierenarts. En niet om een spuitje te laten geven, maar om een beetje bloed eruit te laten halen. Zodat we kunnen testen of het veulentje voldoende antistoffen binnen gehad heeft. Ja, dan zijn we alweer aan het eind. Ja, ik hoop dat iedereen nu wel ervan doordrongen is dat het heel belangrijk is om op tijd voldoende en goede kwaliteit bies te krijgen. Dat het echt van levensbelang is voor je veulentje. Nou, dat je op tijd de dierenarts moet bellen als er iets aan de hand is. Dat je altijd je veulentje moet laten controleren binnen 24 uur. En dat je ook altijd het bloedonderzoek moet doen op antistoffen. En als je nou denkt van, ik wil hier nog veel meer van weten, want je wil natuurlijk problemen voorkomen bij je veulen en bij je merrie tijdens de geboorte en daarna, dan heb ik ook nog een hele mooie online veulencursus ontwikkeld. En die kan iedereen ook vinden op mijn website. Ja, dankjewel Iris. Dankjewel voor je presentatie in ieder geval. En ik denk dat je wel echt duidelijk hebt gemaakt, hè, dat je niet zomaar een veulentje fokt, maar dat er echt wel meer bij komt kijken. En dat de eerste momenten dat zo'n veulentje geboren is, dat ook wel cruciaal is om daarbij te zijn en dat te monitoren. In de aftermelding ook zal ook nog een linkje komen naar je veulencursus. Dus dan kunnen mensen ook nog weer bij jou informeren. Je kunt het delen inderdaad ook eventjes stoppen. Ik zie mezelf nu 2 keer in beeld.
Dat is misschien wel heel heftig. Zo yes. Goed? Ja, dankjewel. Er waren er ook nog een paar vragen vanuit kijkers die ook weer vooraf waren ingesteld, waren gesteld. En straks zal ik nog wat over Animal vertellen en daarna is er ook nog de mogelijkheid voor jou om wat vragen te beantwoorden samen met Danielle die tijdens het webinar zijn besproken. Dus mocht jullie vraag nog niet gesteld zijn, stel hem nog gerust in de chat en dan zullen Lisanne en Vincent proberen die te beantwoorden. Voor nu was er eventjes een vraag binnengekomen over het veulenen. Wat heb je liever, dat een merrie binnen veulent of dat een merrie buiten veulent? Ja, ik ben daar heel duidelijk in. Buiten, altijd buiten. Liefst op de wei, als die mogelijkheid er is. Maar ook de paddock vind ik fijner dan binnen op stal. Wat heel belangrijk is, is dat je merrie heel veel ruimte heeft. Je wil dat je merrie... Een veulentje ligt altijd in een hangmat, eigenlijk, in de merrie. Dus die ligt op zijn rug, naar achteren, en die moet helemaal gaan draaien om eruit te kunnen. En die merrie, die helpt dat veulentje daarbij. Door te gaan staan, door te gaan liggen, door een keer half te rollen. Die zal zelf ervoor zorgen dat dat veulentje er netjes voor komt te liggen. En ze heeft buiten gewoon veel meer ruimte om dat te doen dan in een hele kleine stal van 4x4. Daarnaast heeft ze ook veel meer ruimte om te persen. En ligt het veulentje niet meteen klem tegen de muur aan. Dus wat mij betreft altijd buiten als die mogelijkheid er is. Ja, duidelijk inderdaad. Duidelijke mening, duidelijke advies. En dan nog een vraag. Hoe lang kan een merrie maximaal over tijd zijn? Als iemand nou heel ongeduldig wordt en het veulentje komt maar niet. Hoe lang kan dat duren? Ja, ze kunnen zeker makkelijk een jaar dragen. En daar moet je ook echt niet bang van zijn. En je moet ook zeker niet willen dat de dierenarts het veulentje er eerder uit gaat halen voor je. Want dan is het veulentje gewoon nog niet klaar. We zien vooral in het begin van het jaar, in het begin van het seizoen en bij oudere paarden dat ze langer dragen. Maar 12 maanden of 12,5 maand komt allemaal voor. En als je het nou echt niet meer houdt, dan laat je dierenarts even de merrie opvoelen om te kijken of er echt überhaupt wel eentje in zit. Want ik heb het allemaal meegemaakt, paarden die moddervet zijn en heel veel melk geven, waarvan ze echt denken dat er een veulentje komt die helemaal geen veulentje krijgen. Dus als je echt twijfelt, dan laat je even voelen, maar uiteindelijk komen ze er allemaal een keer uit. Ja, ja, precies. En qua vaccinaties en qua ontworming van het veulen, die vraag komt toch ook nog best wel vaak terug. Als de merrie gewoon gevaccineerd is en goed ontwormd is, wat moet je dan nog doen aan je veulen? Ja, ik heb een hele mooie blog geschreven over het ontwormen. Want die vraag wordt heel vaak gesteld inderdaad. En dan wordt ook vaak op de verkeerde manier ontwormd. Maar je begint op 2,5 maand met het ontwormen van je veulentje. En dan wil je tegen spoelwormen ontwormen. Dus daar wil je mee beginnen en dan ga je daarna het schema volgen. En qua vaccineren ook, meestal houden we rond de 6 maanden aan dat veulentje voor de eerste keer meegevaccineerd wordt. En dan ook een goede basisenting. En dat is nieuw, niet nieuw voor mij, want ik vaccineer veulentjes al 3 keer of al 10 jaar met 3 keer basisenting. Maar nu is het ook gewoon verplicht om 3 keer de basisenting te doen vanwege de wedstrijden KNS. Dus het is heel belangrijk om je veulentje dan 3 keer te laten vaccineren. Precies. Nou, en kan ik een heel mooi bruggetje maken naar Animal verder daarvoor. Dankjewel Iris. En ik zal het publiek nog eventjes meenemen door Animal. En dan zien we jou en Danielle straks terug voor de laatste Q&A. Dankjewel. Zeker. Doei. Dan zal ik mijn scherm alvast eventjes delen. Want ik wil jullie heel kort eventjes iets vertellen over Animal. En hoe Animal ook makkelijk kan zijn om je merrie te monitoren tijdens de dracht of tijdens het dekken. Mijn naam is dus Marianne Noordhuis. Ik ben al 2 jaar werkzaam voor Animal. En naast dat ik werkzaam ben voor Animal, ben ik ook heel erg actief in de paardenfokkerij. Thuis hebben we een aantal Shetlanders. En samen met mijn opa en oma doen we ook een fokkerij met een stuk of 10 merries, die elk jaar veulentjes krijgen. En Animal vind ik dan ook hartstikke handig om daarbij te gebruiken. Omdat je aan zoveel dingen moet denken. Hè? Ontworming, vaccinatie, maar ook bijvoorbeeld begeleiding van de merries straks weer. Eigenlijk kun je de app daar gewoon super handig voor gebruiken. Eventjes een klein inzicht in hoe ik Animal dan ook gebruik voor mijn paarden. Allereerst aan de linkerkant kun je dus heel duidelijk zien welke paarden je op stal hebt, hoe oud ze zijn. En ik zet dan ook graag de chipnummers er eventjes onder. Je kunt een fotootje toevoegen, zodat je ze altijd weer terug kunt vinden. Mocht dat aan de hand zijn, want vaak ken je je eigen paarden wel. En verder vind ik de reminder functie heel erg handig, zoals je hier aan de rechterkant ziet. En de reminder functie kun je eigenlijk op 2 manieren gebruiken dan, hè, als je een drachtige merrie hebt, of hoe je het zelf ook zou willen.
Zelf gebruik ik hem bijvoorbeeld bij de merries om te kijken wanneer we de merries weer moeten opvoelen. En nadat de merrie geïnsemineerd is, doen wij vaak na 18 dagen na de inseminatie ook kijken of het daadwerkelijk gelukt is. En die volgen we dan ook nog weer op 30 dagen. En dat zet ik dan als reminder in mijn agenda, zodat ik zeker weet dat ik een afspraak met de dierenarts kan maken, zodat hij op tijd langskomt. Maar ook wanneer de paarden zijn uitgerekend. En wanneer je bijvoorbeeld de merries ontwormt voordat ze gaan veulenen of gaan vaccineren natuurlijk. En ja, dat doe je meestal om het jaar, om het half jaar. Dus dat is heel makkelijk om daar een reminder van bij te houden. En verder dus voor de veulentjes ook. Zoals Iris al zei, moet je veulentjes ook ontwormen. Dus zoals je aan de rechterkant ziet bij mijn Shetlanders, zet ik dat ook van de veulentjes keurig netjes in de agenda. Als je dan een volle week met werken hebt bijvoorbeeld, dan zie je s'avonds, oh ja, mijn veulentje is al 2,5 maand oud. Het is nog eventjes tijd voor een wormspuit. Dus zo vergeet je dat soort dingen ook nooit weer. En naast dat je reminders kunt instellen, kun je ook heel handig zien in de tijdlijn. Hoe het gaat met de dekking, wanneer ze geïnsemineerd moeten worden. En dat kun je zien van alle paarden, zoals je ziet aan de linkerkant. Hier zie je dat twee paarden eigenlijk een beetje synchroon lopen met wanneer ze gedekt moeten worden. En daar kun je alle details bij houden, hoe groot de eieren zijn gegroeid, alles wat je eigenlijk wilt weten. En zo help je de dierenarts ook een beetje. Als de dierenarts dan weer een keer komt opvoelen en het ei zat links, dan kun je zeggen, oh ja, we moeten links eventjes goed in de gaten houden. En bijvoorbeeld aan de rechterkant, zoals je ziet van Niwika, kun je dus ook het hele tijdlijn van het paard bijhouden. Wanneer zijn ze geïnsemineerd? Wanneer moet ik dan weer voelen? En natuurlijk ook andere dingen, zoals bijvoorbeeld de hoefsmid die ertussen staat. Hou je dan bij van je paard? En dan wil ik graag Danielle en Iris uitnodigen om ook weer erbij te komen. Ik zie dat de camera nog aan staat in ieder geval. Ja, ik zal het scherm even afsluiten. Yes, zo zien we elkaar in ieder geval beter. En even kijken hoor. Ik heb natuurlijk een heel aantal vragen binnengekregen vanuit Lisanne en Vincent. Dus we zullen proberen om een paar te beantwoorden. Zullen helaas niet alle vragen zijn. Dus mocht iemand nog een hele dringende vraag hebben, dan kan die gewoon eventjes mailen naar info@animal.com. En dan proberen we dat jullie die achteraf ook nog kunnen beantwoorden. Even kijken. Als bacteriën de navel indringen, kun je dat dan beperken met een navelklem of maakt dat dan helemaal geen verschil? Nee, dat, we willen ook liever geen navelklem erop doen. Want juist door een navelklem heb je kans dat er weer extra viezigheid en zand en weet ik veel aan blijft plakken. Dus extra bacteriën. Dus je navelklem wil je alleen maar gebruiken als het echt nodig is. Dus als zo'n navel ook echt heel hard blijft bloeden bijvoorbeeld. En dat is bijna nooit. Dus nee, geen navelklem om bacteriën te voorkomen. Dat wordt het juist ernstiger van. Oké, duidelijk antwoord in ieder geval. En dan heb ik nog eentje voor Danielle als ik het zo lees. Moet je ook fokken als je merrie ongelijke voeten heeft? Of raad je dat ten strengste af? Nou ja, dat is een goede vraag. Er zijn natuurlijk best wel veel paarden die in zekere mate een vorm van ongelijke voet hebben. We selecteren er eigenlijk heel streng op binnen het KWPN. En dat heeft eigenlijk alles te maken met duurzaamheid. Hè? Een paard met sterk ongelijke voeten gaat veel meer ongelijk bewegen. Ook hè? In de voorbenen bijvoorbeeld. En dan komt er natuurlijk veel meer druk op de pezen en de gewrichten. Waardoor zo'n paard natuurlijk veel meer risico loopt op op gebreken en op kreupelheid. En dus in het algeheel, voor welzijnsdoeleinden natuurlijk ook, is het niet heel raadzaam als het heel ernstig is om met zo'n paard te fokken. Maar dat kun je altijd laten beoordelen door een KWPN-inspecteur. Die kan je daar veel meer over vertellen nog dan tijdens een keuring bijvoorbeeld van wat wel kan en wat niet kan. Ja, en het ligt natuurlijk ook een beetje aan het paard. Hè? Hoe extreem is het en wat is dan het advies inderdaad? Ja, oké. Okay. En hoe groot moet een stal minstens zijn voor een merrie met veulen? Ik weet niet of er echt regels voor zijn. Maar ik zou zeggen zo groot mogelijk. Eigenlijk, je hebt mensen die zo'n dubbele stal hebben, dat de middelste wand er tussenuit kan. Ik vind dat je dat zeker moet doen. Want ik vind dat een stal van 4x4 echt veel te klein is voor een merrie en een veulen. Ik weet wat ik al zei, ik weet niet of er echt harde standaarden zijn die je minimaal moet hebben. Maar echt groot. Ze moeten lekker rond kunnen sjouwen eigenlijk. Ja. Maar we gaan er wel vanuit dat ze zoveel mogelijk buiten staan. Ja,
Dus ruimte, zoveel mogelijk, zo groot als je maar kan, dat heel graag. Ja, oké. Okay. En een dressuurhengst op een springhengst kruisen. Merrie. Om iets te verbeteren. Wat is jouw mening daarover, Danielle? Nou, dat ligt natuurlijk wel heel erg aan je fokdoel, wat je wil fokken. Ja. Ik ga er even vanuit dat we nu voor de fokrichting dressuur kiezen. Hè? Dus dat je een springmerrie hebt en dat je een dressuurhengst daarop zet. En dan, je springmerrie zal een bepaalde kwaliteit hebben, dat je ziet van dat ze ook best misschien wel goed in dressuur zou kunnen zijn. Maar over het algemeen is het eigenlijk zo dat de paarden toch wel al redelijk gespecialiseerd gefokt zijn. En dat als je bijvoorbeeld kijkt naar het opwaartse model van een dressuurpaard, dat is bij een springpaard veel minder aanwezig. Vaak ook de halsrichting en dat soort dingen. Dat is ook bij een springpaard vaak minder aanwezig. En springen en dressuur zijn eigenlijk ook genetisch gezien negatief gecorreleerd aan elkaar. Niet heel ernstig, maar springgenen dragen niet per se bij aan een goed dressuurpaard en andersom. Dus als je echt vooruit wil in de dressuurrichting of in de springrichting, dan zou ik binnen de dressuurrichting echt wel zoveel mogelijk gaan voor dressuurspecialisten. En binnen de springrichting dan zoveel mogelijk springspecialisten. Zowel aan de hengst als merriezijde. Ja, oké. En Iris, we gaan nu misschien toch een beetje op een stukje voeding dan ook. Als je merrie en veulen in een kudde staan, 24 uur per dag, 7 dagen per week op de wei, moet je ze dan ook bijvoeren of niet? Ja, met alleen weidegang haal je niet voldoende vitamine en mineralen voor de groei van je veulen en de melkkwaliteit van je merrie, zeg maar. En ook niet voor je merrie zelf. Dus ja, daar moet eigenlijk wel sowieso een vitamine en mineralen supplement bij. Ja, oké. En waarom zijn er, Danielle, dit is een typische vraag voor jou. Waarom zijn er dan toch hengsten beschikbaar die drager zijn van het WFFS-gen? Allereerst is WFFS niet per se een probleem van de hengst alleen. Het is natuurlijk, het komt ook gewoon bij merries voor. Hè? Dus we weten eigenlijk nog niet of WFFS... als een paard drager is, hè, of dat specifiek gerelateerd is aan prestatiegenen die we juist wel graag in onze populatie willen hebben. Want stel dat dat wel zo is, hè, er is laatst wel wat onderzoek naar gedaan en er lijkt een positief verband te zijn. Dan ga je natuurlijk ook een beetje het kind met het badwater weggooien als je al die hengsten gaat uitselecteren. En voor de merries geldt natuurlijk precies hetzelfde. En we hebben er gewoon een DNA-test voor. Dus je kunt eigenlijk op een vrij eenvoudige manier testen of als je een dragerhengst wil gebruiken. En of je merrie ook drager is. Want ja, twee dragers moet je gewoon nooit bij elkaar zetten. Dat is eigenlijk het sterke advies hierin. Dan kan er namelijk ook nooit een WFFS-veulertje geboren worden. We keuren ze wel goed. Want we kunnen er gewoon op testen. En als de merrie al helemaal geen drager is, is er eigenlijk helemaal geen enkel bezwaar om zo'n hengst te gebruiken in de populatie. Want juist voor sporteigenschappen of voor andere eigenschappen kunnen we zo'n hengst misschien juist heel goed gebruiken. Maar je moet wel verstandig fokken. Ja, duidelijk verhaal. Dus sowieso eerst weten of jouw merrie WFFS-drager is of niet. Om grote problemen te voorkomen in ieder geval. Dat mogen duidelijk zijn. Ja. Nou, dan heb ik nog één afsluitende vraag voor vanavond. Van iemand die heel graag wil beginnen met fokken volgens mij. Op welke leeftijd kun je je merrie het eerst laten dekken? Ja. Meer van jou. Ja, ligt ook aan je merrie. Zeg maar. Want ik denk dat het prima is om een driejarige te dekken die mooi uitgegroeid is. Maar dan moet het wel een mooi uitgegroeid, gezond paard zijn. En niet zo'n ik moet nog alle kanten uit schieten. Dus ik denk dat je daar heel erg naar moet kijken. Dat het dus per paard verschilt. Ja, oké. Dus misschien ook in overleg met je dierenarts. Hè, vragen, goh, wat vind jij ervan? En geef je inderdaad het advies dat, om te dekken of nog eventjes een jaartje te wachten. Ja. Dan kom je een heel eind. Oké. Nou, dan wil ik jullie in ieder geval enorm bedanken voor jullie expertise vanavond en jullie verhalen. En ik denk dat iedereen wel wat heeft opgestoken, of ze nou al wel een veulentje hebben gefokt of niet. En aan deze vraag te horen, zijn er ook wel mensen aan het...